Marco van den Berg, hoofdcoach van de Orange Lions Academy. Deze week zijn jullie gestart. Hoe bevallen de eerste dagen? Ja, fantastisch. Ik ben laatst uitgerekend, sinds mijn 23ste ben ik basketbalcoach van mijn beroep. En dus dit is mijn 30ste seizoen als basketbalcoach. En iedere na de zomer heb je weer die zin om te beginnen in de zaal. En de faciliteiten zijn zo goed bij het CTO dat wij als coaches kunnen geweldig werken hier. Randall Wiel, de Orange Lions Academy is gestart, deze week begonnen. Hoeveel zin had jij erin om te beginnen met trainen? Nou, ik heb eerlijk gezegd nog nooit zoveel zin gehad om te trainen. Echt, voor week voordat het seizoen begon, of voordat de trainingen begonnen, zeg maar, had ik al in mijn hoofd van wat ik allemaal zou doen, wat allemaal zou gebeuren, wat allemaal zou komen. Want we hebben van tevoren allemaal dingen gekregen van wat we allemaal zouden krijgen, sportdiëtist, fysiotherapeut, verschillende trainers. Dus ik had er wel echt reuze zin in, zeg maar. Ja, je traint intensief nu. Hoe zorg je ervoor dat je iedere training weer fit aan start verschijnt? Genoeg uitrusten is echt key. Je moet echt veel uitrusten, goed op je voeding letten, veel stretchen ook, want anders gaan je benen en je hele lichaam vooral het niet redden als je zoveel traint. Wat is nou eigenlijk het doel van dit programma op de lange termijn? Op de lange termijn is het doel om een cultuurverandering te bewerkstelligen in het Nederlands jongensbasketbal. Waardoor Nederlandse toptalenten zien dat ze in eigen land opgeleid kunnen worden tot Euroleague speler. Dat doe je allemaal voor één bepaalde droom, één basketbaldroom. Wat is die voor jou? Mijn basketbaldroom is zoals vele andere basketballers om naar Amerika te gaan. Of gewoon naar het buitenland in ieder geval. Maar mijn droom speciaal is naar Amerika. En hopelijk vanuit daar, vanuit college, naar NBA of Euroleague te komen. En die droom die start dan hier in Amsterdam? Hopelijk wel, ja. We zijn in ieder geval op de goede weg.